Hold on, guys. Daddy, be careful on the road. Jerry? Get back in your car right now! Hey, Brad boy. Hello. אני מהולנד ומישראל, אני שיחקתי איתו. יאללה, sorry. Waar heeft u het net over gehad? Zij komen uit Israël en ik vertelde ze dat hij dus een van mijn goede vrienden geworden is. En dat gelooft hij dus niet. Ik ook niet. De 60-jarige Boeken maakt al langer films en documentaires, maar dan als producent. Zijn rol in World War Z is zijn eerste grote rol als acteur. De regisseur benaderde Ludie Boeken voor de rol totaal onverwacht. Ik maak dus zelf speelfilms en ik heb... Op een gegeven moment ben ik begonnen met Mark Forster, de regisseur van World War Z, om aan een film te werken, een andere film. En toen keek hij me aan en hij zei, heb jij wel eens gespeeld? Hij vroeg hetzelfde wat u nou vroeg. En toen zei hij, ja nee, kleine rolletjes. En toen zei hij, ik zoek nog steeds een acteur voor een grote rol in de film die ik nu maak, in World War Z. If I could get into Russia, where would I start? Russia is a black hole. I need answers. George Clooney, dat is een vriend van Brad. En hij kijkt mij voortdurend aan met van die beetje die ogen toegeknepen. En ik denk dat hij denkt van, waarom heb jij die rol en niet ik? Sorry George. Ja, ik was er eerder bij jongen, maar de volgende keer kan je het weer proberen met Brad. Oké, okay. See you in the movies.